qua gevoel heb ik niet zoiets van, ik voel me echt man. Ik voel me ook geen vrouw. Het maakt me verdrietig, boos ook. Dat er ook wel mensen zijn bij wie het alleen autisme was en helemaal geen genderdysforie. Ik vind dat toch wel een enge gedachte. Wat als ik ooit spijt krijg of zo? I didn't like it. Because I didn't understand nothing about gender dysphoria until later. I thought, are you kidding me? Mijn camera is eigenlijk mijn beste vriend. Door middel van zelfportretten heb ik mijn transitie in beeld gebracht. Alles moet altijd nu. Direct. En dat heeft het in de transitie ook wel moeilijk gemaakt. Ik hoor mensen zeggen, rustig. Maar het is nooit rustig in mijn hoofd.